Goedenavond allemaal, goedenavond. Welkom bij Zondag met Lubach. Mensen, wat een week. Nederland heeft gekozen. En hoe? Hè? Eerst maar even terug naar die krankzinnige verkiezingsavond van afgelopen woensdag. Jeetje mina. Dat was toch ongelooflijk, toch, die uitslag? Oh, man. Ik had dat niet verwacht. Hè? Oh, ik heb met een open mond zitten kijken naar de televisie. Nou ja. En zoals altijd zaten de peilingen er ook weer helemaal naast. Inmiddels is er zo'n 92% van de stemmen geteld. En zien we dat er sprake is van een, ja, kunnen we zeggen, gelijkspel misschien. Ja, gelijkspel. Ja, een gelijkspel. 15 partijen hebben allemaal precies 10 zetels gehaald. En allemaal zijn ze daarna naar de rechter gestapt om het premierschap op te eisen. En dat gaat waarschijnlijk nog maanden duren. Nou, bij DWDD waren ze zo ontevreden over de uitslag dat ze verhaal gingen halen bij de hoofdschuldigen. De peilers, maar jij, goed, jij bent elke avond bij ons geweest, zaten er naast. In die zin, dit wat er gisteravond gebeurde, die uitslag is totaal niet in beeld geweest. Wat heeft u hierop te zeggen, meneer de hond? Ja, de hond? What the fuck? Volgende verkiezingen gewoon weer? Ja, elke dag bij mij op de kruk? Naast mij, peilingen, een beetje hitsen, elke dag van ja, oké, ja, van tafel. Nou. De grote verliezer was natuurlijk de PvdA, die 0 zetels haalde en dus niet terugkeert in de Tweede Kamer. De reactie van lijsttrekker Lodewijk Asscher. Ben je nog niet tevreden? Nee, ik ben nog niet tevreden. Door jouw gestuntel is er een hele volkspartij verdwenen. En je bent nog niet tevreden? Wat moet er dan nog meer weg? Schiphol, Texel, Mauro. Gadverdamme, iemand heeft hier een beschimmelde boterham neergelegd. Gadverdamme, wie doet zoiets? Oh, we zijn begonnen. Oké, die leg ik hier even neer. Die ruim ik straks wel op. Goed, welkom bij Zondag met Lubach. Turkije houdt binnenkort een referendum over de vraag: moet president Erdogan nog meer macht krijgen? Veel Turken twijfelen nog, maar het schijnt dat Erdogan zelf voor is. Omdat er in Nederland veel Turkse Nederlanders wonen, wilde de Turkse minister van Buitenlandse Zaken hier komen flyeren. Een beetje zoals Nederlandse politici tijdens de verkiezingen ook gaan flyeren in Overijssel, want daar schijnen ook gewoon Nederlanders te wonen. Premier Rutte die zei, nee, dat mag niet. Het vliegtuig van minister Çavuşoğlu mag niet landen. En kijk, ik vind dat een gemiste kans. Kijk, Rutte die had moeten zeggen, is goed, kom maar flyeren, Turkse minister. Parkeer je vliegtuig maar hier, kom maar mee, gaan we hier rechtsaf, linksaf. Ja, pakken we even de A12, zijn we in Den Haag. Ja, de blinddoek mag af, kijk, dit gebouw is het, loop maar naar binnen. Ja, klopt, er staat internationaal strafhof, maar dat is Nederlands voor partycentrum. Dat had hij moeten doen. Nou, Erdogan was boos dat het vliegtuig niet mocht landen en besloot ons toe te spreken. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Oké, dit klinkt wel volwassen. Hè? Nederland weet niet wat internationale diplomatie inhoudt. Nou, Erdogan, prima. Leer het ons dan. Wat is volgens jou dan internationale diplomatie? Bunlar nazi kalıntısı. Bunlar fascist. Heel leerzaam. Nou, daarop kwam een andere Turkse minister, minister Kaya van familiezaken, toch naar Nederland. Trouwens, wat is eigenlijk een minister van familiezaken? Ik bedoel, waarom bemoeit een minister zich met families? Dat is echt zoiets wat dan heel lief klinkt, maar dat eigenlijk doodeng is. Een beetje zoals het slaapfeestje van Andries Knevel. Weet je? Dat je eerst denkt, hey, leuk, ik kan niet. Oh. Nou, de Turkse minister riep alle Turkse Nederlanders op om te komen protesteren bij het consulaat in Rotterdam. Maar was blijkbaar vergeten om ze te vertellen waar het over ging. Wat is dit? Wat is dit eigenlijk? Wat is dit? Wat verdedigen jullie? Wat is dit? Ik wil het weten nu. Ga eens opzij, joh. Wat is dit? Ah, please. Ik ben zo benieuwd. Is dit een bioscoop? Is het een braderietje? Kun je de laser gamen? Wat is dit? Minister Kaya stond inmiddels al een tijdje met haar auto voor het consulaat. En uit een statement van de Nederlandse regering blijkt dat ze er alles aan hebben gedaan om haar weg te krijgen. Bij aankomst in Rotterdam zijn de minister alle opties geboden om te vertrekken. Alle opties? U mag kiezen, minister Kaya. Fiets? Klein rood stepje? Kunnen een huifkar laten komen? De rug van Ton Elias? Kan allemaal. Nou, uiteindelijk dreigde de politie haar met auto en al weg te slepen naar Duitsland. Maar toen besloot ze toch uit te stappen en kon ze het land worden uitgezet. En zo blijkt maar weer, het meest effectieve onderdeel van de Nederlandse overheid is de parkeerpolitie. O,
Ook burgemeester Abu Taleb van Rotterdam stond vierkant achter het besluit om haar weg te sturen. En dan kun je cynisch zijn, maar je kunt ook zeggen, dit is de multiculturele samenleving at its best. Een Marokkaan die blij is dat er een Turk is uitgezet. Dan nog de conclusie van deze diplomatieke ruzie volgens de Turkse premier Yildirim. Hij zegt, we betalen met gelijke munt terug. Oh ja? Probeer dan eerst maar eens in de euro te komen! Dankjewel. Ik krijg het allerlaatste nieuws dat na deze opname nog is binnengekomen. Ah, een binnengekomen nieuwsbericht. Erdogan heeft Nederland vanmiddag een bananenrepubliek genoemd. Terwijl op de Turkse straten wordt geprotesteerd tegen Nederland door sinaasappels, oftewel oranges, uit te knijpen. Dat is toch niet te geloven? Dat is echt erg. Ik denk dan, wat is het nou? Kies een fruit. He, het zou me niks verbazen als er iemand vanavond op de Turkse staatstelevisie verschijnt en Sibrand Buma een christendemocratische appel noemt. Onvoorstelbaar. Nou goed, dan door met onze eigen politiek. Hoi, wil je per ongeluk je hele browser afsluiten en gek worden van woede omdat je nu weer 80 tabbladen opnieuw moet openen? Klik dan hier. Maar je kan ook gewoon hier klikken en je abonneren op het kanaal van Zondag met Lubach. Up to you. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.